overgang van oud naar nieuw verliep niet altijd zonder ongelukken. In Londen zijn bij de feestelijkheden 3 mensen omgekomen. In heel wat Belgische gemeenten werden vandaag de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. Antwerpen wordt opnieuw de grootste stad van het land. In Voeren is José Hapard, de leider van de Action Fouronnaise, tot eerste schepen verkozen. Goedenavond, dames en heren. Sinds middernacht is Antwerpen de grootste stad van België. Antwerpen stad is nu immers gefusioneerd met 7 aangrenzende gemeenten. Alles samen wonen er bijna 500.000 mensen. De gemeenteraad van het nieuwe Antwerpen is vandaag voor het eerst bijeen geweest. Hij telt 55 leden. Markant is wel dat 1 van hen blind is. Antwerpen wordt bestuurd door 10 schepenen onder leiding van burgemeester Kools. Voor de inwoners brengt de fusie niet meteen veel verandering. De politie en de plaatselijke administratie blijven voorlopig op hun oud adres. Wel zijn ambtenaren al maanden aan het werk om de administratie van de samengevoegde gemeenten op elkaar af te stemmen. Op financieel vlak staat het nieuwe Antwerpen er niet te best voor. Het kijkt op tegen een schuld van zo'n 50 miljard. In Voeren heeft de Luiksgezinde José Hapard de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij is ook verkozen tot eerste schepen. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk. José Hapard is dus gemeenteraadslid van Voeren. Hij haalde 870 voorkeurstemmen en de lijst Retour à Liège won de verkiezingen overtuigend. De Vlaamse raadsleden waren er, aftredend burgemeester Dodemond was er niet. Hij schijnt niet gelukkig te zijn met de verkiezing van Hapard. Voeren heeft dus geen burgemeester. Wel is Hapard verkozen tot eerste schepen. Buiten het gemeentehuis luisterde een 50-tal Franstaligen naar die verkiezing die met luidsprekers werd uitgezonden. De Vlamingen waren thuisgebleven. Ik heb obtenu la majorité absolue des voix et élu comme premier échevin. Na de verkiezing van Hapard verlieten de Vlaamse verkozenen uit protest de raadzaal. Zij willen niet samenwerken met Hapard omdat hij geen Nederlands kent en omdat hij volgens hen niet de hele Voerense bevolking vertegenwoordigt. Nog geen burgemeester in Voeren dus, want het omstreden dossier zit nog bij de provincie Limburg. De Vlaamse raad heeft zich al verzet tegen een mogelijk burgemeesterschap van Hapard. Voorlopig zit hij dus alleen de Voerense gemeenteraad voor als eerste schepen. Wat zijn de bezwaren tegen Hapard? Hij is democratisch verkozen en is nooit veroordeeld. Het Vlaamse raadslid Huub Broers heeft daar een verklaring voor. Voor ons is er een onrechtvaardigheid in het recht. Het klinkt misschien gek, maar hier in Voeren bestaat speciaal statuut. Dat wil zeggen dat degenen die aangeklaagd zijn hun eigen rechtstaal mogen kiezen en dan ook naar Luik of Verviers willen gaan. Nu wil ik geen steen werpen naar één of ander bepaald rechter, maar het is een feit dat er een 50-tal aanklachten zijn geweest tegen meneer Hapard. En niemand kan mij en ieder nuchter denkend mens ervan overtuigen dat geen enkele van die klachten gegrond was. Niemand kan mij ervan overtuigen dat dit alleen maar berustte op fantasie. Ik heb trouwens zelf één van de gevallen meegemaakt en ik ben getuige geweest in een bepaald geval, het geval Fons Madereel, waar ik het geweld door José Hapard zelf gezien heb. Maar de lijst terug naar Luik heeft altijd al de verkiezingen gewonnen in Voeren sinds dat bij Limburg hoort. Volgens Broers is de bevolking bang geworden sinds Hapard optreedt. En op dat ogenblik hebben de mensen hier wel aan de lijve ondervonden wat geweld is. Nachtelijke acties en dergelijke. En er zijn vele mensen die werkelijk in een angstpsychose niet anders hebben durven stemmen. Wetende dat, indien Hapard het niet werd, wat staat er ons dan te wachten in de voer? En er zijn vele mensen die nu na de verkiezingen zeggen, moest 10 oktober nog eens een keertje over te doen zijn, het zou wel anders zijn. Zoals gebruikelijk hebben de meeste politieke leiders nieuwjaarstoespraken gehouden. Daarin is vaak over vrede gesproken, maar tegelijk ook over de bewapeningsproblematiek.
Zo heeft de Franse president Mitterrand beslist dat zijn defensiemacht zal worden versterkt. We kunnen de zorg om onze veiligheid niet aan anderen overlaten, zei hij. Seront à personne le soin d'assurer à notre place notre sécurité et notre indépendance. Aussi ai-je donné l'ordre, toute politique est un choix, de renforcer nos moyens de dissuasion sur lesquels repose la défense du pays. De Sovjetleiders zeggen in hun nieuwjaarsboodschap dat er iets kan en moet worden gedaan tegen de gespannen internationale toestand. De Sovjet-Unie zegt bereid te zijn om met welk land ook samen te werken voor zover dat op voet van gelijkheid gebeurt. De Amerikaanse president Reagan hoopt dat er dit jaar met de Russen een vergelijk wordt gevonden om de kernwapens te verminderen. Ook wenst hij dat de werkloosheid in de Verenigde Staten in 1983 wordt teruggedrongen. As an old English proverb that says, if it were not for hope, the heart would break. So yes, of course, I have hopes for 1983. They're the same hopes that every president since George Washington has had. Peace and prosperity for all our people. I hope in the coming year that we'll be able to put every American into a solid and permanent job. That's not only a hope, that's my prayer. De paus heeft Oost en West opgeroepen om te ontwapenen. Volgens hem is dat te doen als de betrokken partijen tot evenwaardige toegevingen bereid zijn. De oproep van de paus was duidelijk naar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gericht, hoewel die niet bij naam werden genoemd. Russen en Amerikanen hervatten in de loop van de maand hun ontwapeningsgesprek in Genève. Van die onderhandelingen hangt af of er tegen het eind van het jaar al dan niet nieuwe Amerikaanse kernwapens in West-Europa zullen worden opgesteld. In Zimbabwe zijn 6 mensen gedood bij aanslagen, 2 anderen zijn ontvoerd. 1 van hen is vermoord, de andere is nog niet teruggevonden. De acties zijn uitgevoerd door tegenstanders van premier Mugabe. De laatste 10 maanden zijn in Zimbabwe al meer dan 100 mensen bij aanslagen gedood. Ze worden toegeschreven aan sympathisanten van Nkomo, die maanden geleden door Mugabe uit de regering is gezet. In New York zijn vorige nacht 4 bommen ontploft. De aanslagen waren gericht tegen politie- en regeringsgebouwen. 3 politiemannen zijn ernstig gewond. De 4 bommen zijn binnen 90 minuten ontploft. Een 5e is tijdig onschadelijk gemaakt. Een groepering die wil dat Puerto Rico onafhankelijk wordt van de Verenigde Staten, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Sinds 1974 heeft die beweging al meer dan 100 bommen in Amerikaanse steden laten ontploffen. Vandaag nieuwjaar, gisteren nog oudejaar. En van oud naar nieuw gaat heel verscheiden, naar gelang van de plaats waar je komt. Van eenzaamheid naar feest. Teleonthaal rinkelt op oudejaar de telefoon iets eenzamer. Je bedoelt dat het nu al deze dagen moeilijker is? Alleen zijn is ook het deel van vele oude mensen, al zitten ze op oudejaar naast mekaar. Voor kinderen gaat het om de pret, zelfs met een vergeten nieuwjaarsbrief. Kiekeboe, kiekeboe, oudejaar doet zijn oogjes toe. En dan is er natuurlijk het eten en het drinken met meer kleur en geur dan gewoonlijk. En dan maar dansen op het voorbije jaar. Op Times Square in New York valt het oude jaar op Amerikaanse wijze naar beneden. Een grote rode lichtappel ontpopt zich dan als het nieuwe 1983.
In Rome duikelt elk jaar opnieuw dezelfde bejaarde Italiaan in het koude en vervuilde water van de Tiber en meteen in het nieuwe jaar. De man is nu al 71. Zijn voornaam is dan ook Spartaco. Ook in Portugal bestaat die ijsberentraditie. Maar op het strand in de buurt van de hoofdstad Lissabon gaat het meer om pootjebaden dan om duiken. Op het Londense Trafalgar Square is de overgang van oud naar nieuw dramatischer verlopen. Tienduizenden, vooral jongeren, troepten samen op het Fonteinplein. En in al die drukte zijn twee vrouwen vertrappeld en gestikt. Een jonge man overleed aan een hartaanval. Tientallen raakten ook gewond. Het plein in de Britse hoofdstad bood nadien een trieste aanblik voor wie met enige hoop het nieuwe jaar wou beginnen. Geen Olympische Spelen, geen Mondiaal dit jaar, dames en heren. Dat betekent dat wij ook de minder fanatieke sportliefhebbers onder u een voorspoedig 1983 durven toewensen. Het eerste sportnieuws van het jaar komt zoals steeds uit het Braziliaanse São Paulo, waar op het eind van vorig jaar en in het begin van dit jaar de traditionele San Silvestre Corrida werd gelopen. Het was de 58e editie van de Corrida en voor de gelegenheid hadden de organisatoren het traject met 5 kilometer verlengd. 13,5 kilometer lang was het nu. Eén Belg bij de meer dan 7000 deelnemers, Alex Hagelsteens. Hagelsteens werd in zijn eerste São Paulo Corrida 20e op 2 minuten 40 seconden van de winnaar, de Portugees Carlos Lopez, hier in beeld. Net als Hagelsteens stond ook veelvoudig wereldrecordhouder Henry Rono uit Kenia voor het eerst aan de start van deze Corrida. Rono gaf op na 5 kilometer. Hij had zijn voet verdraaid en ondervond hinder van een kniekwetsuur. De 35-jarige Carlos Lopez legde de 13,5 kilometer af in 39 minuten en 41 seconden. Het was zijn eerste overwinning na een hele reeks ereplaatsen. Hij had zijn laatste tegenstanders op 2 kilometer van de streep gelost. In de laatste klim ging deze Colombiaan Victor Mora nog over de Braziliaan Da Silva. Mora werd tweede op 33 seconden. De Colombiaan, die hier vorig jaar zijn vierde overwinning behaalde, is samen met Gaston Roelands recordhouder van het aantal overwinningen in de Corrida. De 38-jarige Mora heeft verklaard dat het zijn laatste Corrida is geweest. De Braziliaanse kelner José João da Silva, de winnaar van 2 jaar geleden, kreeg het voor de derde plaats op het eind nog behoorlijk lastig met de aanstormende Brit Dave Clark, die als vierde de beste Europeaan was. 1 dus Carlos Lopez, 2 Victor Mora, 3 José João da Silva en 4 Dave Clark. Bij de vrouwen maakte Rosa Mota, ook al winnares vorig jaar, het Portugese succes volledig. Ze had meer dan 2 minuten voorsprong op de Zwitserse Bushuno en meer dan 3 op de Amerikaanse Cindy.